Vandaag geven jullie 9 tips voor als je gaat verhuizen met je kat. Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Vandaag ga ik je allerlei tips geven voor als je gaat verhuizen met je kat. Iedereen die wel eens verhuisd is, weet dat verhuizen een enorm stressvolle gebeurtenis is. En het is helaas niet alleen stressvol voor jou, maar ook heel erg stressvol voor de kat. En dat komt omdat katten hele territoriale dieren zijn. Ze zijn erg gehecht aan hun omgeving. En ze houden heel erg veel van voorspelbaarheid, routine en controleerbaarheid. En ja, als je gaat verhuizen, dan zijn ze dus hun omgeving, een vaste omgeving kwijt. En vaak tijdelijk ook hun routine en voorspelbaarheid. Dus verhuizen voor katten is zeer stressvol. Ja, dus vandaag ga ik je 9 tips geven voor als je gaat verhuizen. En de eerste tip die ik zou willen geven is, start vooral op tijd met het geven van ondersteunende middelen. En met ondersteunende middelen bedoel ik dingen als een Veluwe-verdamper in stopcontact hangen of eventueel voedingssupplementen die wat stress kunnen wegnemen bij je kat. Deze middelen kun je verkrijgen bij de dierenarts. Heb je geen recept voor nodig. Het zijn geen middelen die je kat suf maken, maar het kan ervoor zorgen, of het zijn voedingssupplementen die ervoor kunnen zorgen dat je kat wat minder gestrest is. En ze zijn er in de vorm van capsules, tabletjes, een voeding waar een extra stofje aan toegevoegd is en eventueel ook die Veluwe-verdamper in het stopcontact. Vaak begint de verhuisstress al veel eerder voor jouw kat dan jij zou denken. Stel jij verkoopt je huis, ja, dan begint het al heel vroeg met makelaars die langskomen, mensen die je huis komen taxeren, mensen die je huis komen bezichtigen, misschien wel een bouwkundige die je huis allerlei kanten opmeet. En dat zijn allerlei mensen die normaal gesproken niet langskomen en die je kat misschien helemaal niet kent en waar die misschien ook wel stress van heeft. Zeker als je een kat hebt die niet zo dol is op visite, brengt het natuurlijk extra stress mee. Dus ik wou wel adviseren om dan, als dit al aan de orde is en het verhuizen zelf duurt misschien nog maandenlang, maar begin alvast met het geven van ondersteunende middelen. Tip nummer 2. Zorg ervoor dat je kat altijd een veilig plekje in huis heeft waar hij zich kan verstoppen, waar hij zich terug kan trekken. Als het goed is, heb je al onze video's al gekeken over een veilige plek en heb je deze al in huis? Heb je deze niet? Zorg ervoor dat je die zo snel mogelijk voor je kat creëert. Als hij het dan spannend vindt, dan kan hij zich daar lekker terugtrekken. En zorg er dan ook voor dat hij daar met rust gelaten wordt. En dat is meteen tip nummer 3. Spreek met de makelaar af dat als mensen komen kijken, als mensen je huis komen bezichtigen, dat ze de kat negeren. Dat ze niet naar de kat toe lopen, zeker niet als die ergens verstopt ligt, maar dat ze de kat negeren en alleen aandacht aan de kat schenken als die daar zelf om vraagt en als die zelf naar die mensen toekomt. Als er foto's worden genomen van je huis voor op Funda of er wordt een video gemaakt omdat je je huis gaat verkopen, dan vraagt de makelaar doorgaans of jij al de kattenspullen uit zicht wil halen. En dat is natuurlijk logisch en gelukkig is dat maar voor een paar uurtjes, dat is geen probleem. Maar spreek wel met je makelaar af dat als je mensen komen je huis komen bezichtigen, dat je niet alle spulletjes van je kat weg kan doen. Want dat zorgt voor heel veel stress van je kat. Zorg ervoor dat er nog veilige plekjes zijn, dat zijn voerbak nog gewoon staat waar die normaal gesproken hoort. En ook de kattenbakken. Kijk, dat je misschien het speelgoed van de vloer afhaalt en dat je al die dozen waar hij zo lekker aan het spelen was en al die papieren zakken, ruim die even weg. Of ruim die even op. Maar zorg niet dat je alles weghaalt. Want jij bent er al niet als er een bezichtiging is. Dan komen vreemde mensen in huis. En dat levert alleen maar extra stress op als die al zijn vertrouwelijke spulletjes kwijt is. Ja, tip nummer 5. Als je het nog niet gedaan heeft, zorg ervoor dat je kat gechipt is. Hè, als je gaat verhuizen, we hopen dat het niet voorkomt. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat hij in het nieuwe huis bijvoorbeeld ontsnapt. En als je kat niet gechipt is, dan is het lastiger om je kat terug te vinden. Als je kat gechipt is en iemand vindt hem, dan kunnen ze de chip aflezen en dan kunnen ze hem sneller bij je thuis brengen. Ook al is je kat wel gechipt, zorg er dan voor dat die chip geregistreerd staat op het juiste telefoonnummer, juiste e-mailadres en het nieuwe adres. Geef je kat in het nieuwe huis een eigen kamer. En het liefst zorg ervoor dat voordat alles verhuisd wordt, die kamer is ingericht met zijn eigen krabben, zijn mandjes, zijn etensbak, zijn voerbak, zijn kattenbak. En dat jij die ochtend voordat alles verhuisd wordt, eerst je kat overbrengt naar het nieuwe huis. Zet hem in die kamer, plug een Veluwe-verdamper in, geef hem wat te eten en zorg dat al zijn spulletjes daar zijn. En doe die kamerdeur op slot. Spreek met de verhuizers af en iedereen die je komt helpen met het verhuizen, dat ze echt totaal niet in die kamer mogen komen. Spreek af dat die deur open doen, dat het absoluut verboden is. En laat die kat daar rustig zitten. Pas als alles oververhuisd is, alle zware meubelen op een plek staan en iedereen naar huis is, doe je de deur open. Op deze manier zorg je ervoor dat je kat minste last heeft van alle verhuisstress en is de kans ook kleiner dat die per ongeluk ontsnapt.
Tip nummer 7. Neem zoveel mogelijk oude meubels mee vanuit het oude huis naar het nieuwe huis. Het is uiteraard heel verleidelijk om in een nieuw huis allemaal nieuwe meubels neer te zetten. Maar wacht daar nog even mee totdat je een paar weken in het huis woont en tot je kat gewend is. Aan de oude meubels zitten namelijk allemaal geurtjes die de kat er heeft afgezet met het geven van kopjes. En dat zorgt voor herkenning. Als je een kat in een huis plaatst waar geen enkel meubelstuk meer zijn geur bevat en die helemaal niet herkent, dan zorgt dat voor extra stress. En zal het langer duren voordat je kat gewend is aan het nieuwe huis. Heb je toch een aantal nieuwe meubels, zorg er dan voor dat je wat kleedjes hebt waar zijn geur aan zit en die je dan bijvoorbeeld over de bank kan leggen of over stoelen. Zo is het in ieder geval toch iets herkenbaars, iets van herkenbare geuren in zijn huis. Kom niet in de verleiding om alle mandjes en kleedjes van jouw kat te wassen vlak voordat je gaat verhuizen. Als jij gaat verhuizen en je wast alles van tevoren, dan komt hij dus in een nieuw huis en zijn eigen kleedjes en mandjes ruiken niet meer naar hem. En geuren, zoals we al eerder gezegd hebben, zijn heel erg belangrijk voor de kat. Zijn eigen geur stelt hem gerust en dat zorgt ervoor dat hij minder stress ervaart. Dus ga niet alle mandjes en kleedjes van tevoren wassen. Als je ze dan toch een keer wil wassen, wacht dan even tot de kat al een paar weken in het nieuwe huis is en daar gewend is. De laatste tip die ik jullie wil meegeven is om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk aan je vaste routine houdt. Dus probeer tijdens de verhuizing op dezelfde tijdstippen te voeren, eventueel op dezelfde tijdstippen te spelen. En op dezelfde tijdstippen misschien wat te kroelen met je kat, zodat je kat een beetje houvast heeft in deze rare tijd. Dit waren 9 tips voor als je gaat verhuizen met je kat. Voor een volledig stappenplan kun je kijken op onze website www.degelukkigehuiskat.nl. Onder het kopje downloads vind je een handout die je gratis kunt uitprinten. En hierin staat van A tot Z alle stappen die je moet ondernemen voor als je gaat verhuizen met je kat. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan vooral niet om onze video te liken. En als je dat niet gedaan hebt, lid worden van ons YouTube kanaal. En wil je net als ons alle huiskatten van Nederland gelukkig maken, deel dan deze video. Zodat wij zoveel mogelijk katteneigenaren kunnen bereiken. En dan zien we je volgende week weer terug.